SPA deed concrete voorstellen om fraudeurs echt een straf op te leggen en die niet te laten afkopen. Om alle vluchtwegen naar de belastingparadijzen in Luxemburg, Panama of Bahamas om die te sluiten. En wat deed u? U stemde ze vrolijk weg en u gaf de fraudeurs ondertussen een nieuwe kans op amnestie. SPA deed concrete voorstellen voor een meerwaardebelasting, zodat de grote vermogens ook een eerlijke deel zouden betalen, zodat de breedste schouders de zwaarste lasten zouden dragen. Wat deed u? U stemde ze telkens vrolijk weg. Mevrouw Kutier, de heer De Dekker vraagt het woord. Ja, dank u wel, mevrouw Kutier, voor uw bloemlezing over uw voorstellen. Maar naast voorstellen mocht je niet vergeten dat je ook nog een tijd echt beleid gevoerd hebt. En wanneer ik kijk wat dat beleid was, ik denk dat we allemaal even gechoqueerd waren als we zagen hoe immens die omvang was voor al die constructies in Panama, in de Bahamas en consorten. Een stuk zal legaal zijn, een groot deel zal echt illegaal zijn. Die omvang was immens. Maar ik weet niet of je die dossiers goed gelezen hebt. Ik kan je dat aanraden om een keer na te kijken. En dan zie je daar, wanneer zijn die constructies opgezet? Dat was niet deze legislatuur. Die constructies zijn opgezet in de jaren 90 en de jaren 2000. En waar zat uw partij toen? Uw partij zat toen in de regering, mevrouw Kutier. Uw partij zat toen in de regering. Meer nog, als we kijken naar die constructies, wie was daar hofleverancier van? Daar was een grote bank hofleverancier. En weet je wat er daar in de raad van bestuur zat van die bank? Frank Beke, Patrick Janssens. Onder de periode Frank Beke, Patrick Janssens heeft die bank maar liefst 663 van die constructies opgezet in Panama en consorten. Dat is de realiteit, mevrouw Kutier. Dan gaan we kijken hoe dat we dat aanpakken. Onder John Crombie werd er ook regularisatie gedaan. En wat gebeurde er met die regularisatie onder John Crombie? Dat was een van de grootste regularisatierondes ooit, trouwens, hè. Wat gebeurde er toen? Men kon zijn zwart geld gaan terugbrengen. Zwart geld terugbrengen, daar een belasting op betalen. En op wat werd je belast? Waarop moest je die boete betalen? Enkel op de opbrengsten uit je vermogen. Men wist dat daar dat zwart vermogen zat, want men betaalde nu in één keer een regio op die opbrengsten. Maar dat zwart vermogen zelf daar werd compleet ongemoeid gelaten. Dat is wat er gebeurde onder de socialisten. Wij doen dat anders, mevrouw Kutier. Wij gaan dat zwart vermogen ook aanpakken. Die constructies die opgezet zijn op het moment dat uw partij in de regering zat, die gaan nu aangepakt worden met een N-VA in de regering. Mevrouw Kutier, dat is de kracht van verandering. Dat is eerlijker is beter. Monsieur Lawesch.